Dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. De bijaard is een oud instrument met tot voor kort een nog traditioneel repertoire. Wie vandaag begint met bijaard kan zowel aan de slag met die volkse liedjes en stevige barok, maar kan ook hedendaagse klassiek muziek of popnummers instuderen. Bijaardier Frank de Leu vertelt. Ik ben Frank de Leu, geboren in Menen. Begonnen als bijaardier in Menen, dan is Isegem erbij gekomen, Kortrijk, uiteindelijk Brugge en Damme. In Brugge moest ik stoppen op 65 op pensioen en ik speel nu alleen nog in Damme en ik vervang collega's ook overal een beetje. En hoe het begonnen is, in Menen, ik woonde op de markt, onder het Belfort letterlijk. En ik hoorde daar vanaf 64 was daar een nieuwe bijaard gekomen, een fantastisch mooi instrument en dat intrigeerde me wel. Daar speelde toen Guylain Poussel als eerste nieuwe bijaardier in Menen. Die speelde fantastisch mooi, ongelooflijk virtuoos. Ik kon improviseren als geen ander, was adembenemend om naar te luisteren. En ik stond hem op een keer op te wachten en om te vragen, mag ik eens mee naar boven om te zien hoe hij dat allemaal doet. En dat boeide mij eigenlijk mateloos. En dan vroeg ik, mag ik dat ook eens proberen? Zei, ja, maar we zullen eigenlijk beter naar de bijaardschool gaan dan in Mechelen. En dat heb ik dan gedaan en sindsdien is de passie nooit meer verdwenen. Nog altijd in Menen, mijn roots liggen er, maar ik vind het nog altijd een van de mooiste bijaarden die ik ooit bespeeld heb. Het is een fantastisch instrument, muzikaal. Je kan er ongelooflijk dynamisch op spelen, op elke bijaard eigenlijk die goed afgesteld is. Het is een zeer rijk instrument om er muzikaal mee om te gaan. En dat maakt het plezant. Ook het repertoire is zeer verscheiden, van oude barokmuziek tot hedendaagse muziek, jazz, alles kan erop, quasi alles kan erop gespeeld worden. Het is dus zeer breed qua repertoire, dat maakt het ook plezant. En je speelt meestal in historische omgevingen, dat is nog een extra factor, vind ik, dat je met de geschiedenis aan het spelen bent eigenlijk. Als ik aan Amerikaanse collega's uitleg dat wij in Brugge een bijaard hebben uit de 18e eeuw, dan vallen die achterover, dat kennen zij niet natuurlijk. Ze hebben gigantische instrumenten, die veel zwaarder zijn, veel groter dan de onze, maar ze hebben geen enkele bijaard met klokken uit de 18e eeuw. En daar kwijlen ze van, bij manier van spreken. Dus het is alles samen een fantastische bezigheid. Moest er met iemand staan opwachten die vraagt om mee te gaan naar boven om eens te zien hoe het werkt allemaal, dan zou ik die zeer graag meenemen. Dan zou ik eigenlijk doen wat mijn voorganger met mij toen gedaan heeft, lang geleden. Echt gedemonstreerd wat het instrument kon, muzikaal. Eigenlijk uitgelegd dat het allemaal niet zo moeilijk was. Het is een kwestie van oefenen, van studeren en een soort routine aan te leren. Zoals bij elk instrument, vingerzetting moet je ook instuderen en oefenen tot je het erin gestampt hebt. En met bijaard is hetzelfde, handzettingen en zo moet je oefenen tot het automatisch gaat. Dus dat zou ik ook doen, tonen hoe het moet, hoe het kan. Ik zou wel leuke muziek proberen te spelen. Ik zou zeker ook zeggen, probeer nu zelf eens met iets dat in je hoofd zit of breng volgende keer een stukje muziek mee en probeer het dus zelf te spelen. En als je dat graag doet, alsjeblieft, er zijn bijaardopleidingen overal, dus wacht niet om het te volgen. Elk instrument is anders. Er zijn geen twee identieke instrumenten. Er is gelukkig nu een standaardisatie naar de klavieren. Dus de meeste klavieren zijn eigenlijk wel identiek of ongeveer identiek. Maar de aanslaggevoeligheid is altijd anders. De klank is anders. Het is dus telkens wennen aan een andere situatie. En als je concerten speelt op een bijaard die je niet kent. Ik ben eergisteren in Breda gaan spelen, ooit is gespeeld, maar lang geleden, dus ik had er geen herinnering meer aan. Ja, de eerste stukken die je dat speelt in je programma, dat zijn dingen die je door en door uit het hoofd moet kennen, om je echt te concentreren van hoe werkt dat instrument hier, om het te leren kennen eigenlijk. Dus dat zijn eigenlijk trucken die je moet meenemen. En die is aldoende leert. Hè. Je zal nooit een concert beginnen op een vreemd instrument met een zeer complex stuk muziek die alle aandacht vraagt. Je moet eerst een beetje de gemakkelijkheid ervan leren en dan kan je verder gaan. Dus lastig is natuurlijk de trappen, dat is minder leuk, maar anderzijds, er zijn een paar torens met de lift en ik vind dat eigenlijk niet nodig. Ik denk dat die trappen een vorm van natuurlijke selectie zijn. Als dat niet meer lukt, zal de rest ook niet meer goed zijn, denk ik. Dus van mij moet er geen lift komen.
En ja. Ik zal het wel voelen als het niet meer had. In de trappen zal de rest ook niet meer goed zijn. Het moeilijkste is misschien voor de meeste mensen die starten met biljart, die geen opleiding, vooropleiding hebben van orgel bijvoorbeeld, is dat je speelt dus met je voeten, het pedaalspel, en het manuaal met de handen. En dan moet je dus ritmisch kunnen scheiden. Je moet dus met je voeten een ander ritme kunnen spelen dan met je handen. En dat vraagt toch wel een oefening. Zoals bij organisten is dat hetzelfde. Dat is een specifieke studie eigenlijk. Dat vraagt wat concentratie. Ja. Wat leuk in het begin, toen ik eraan begon, jaren geleden dus, was dat repertoire nogal traditioneel. Wij speelden liedjes van Emile Hollebroek, Armand Prudhomme, zo op de purperheden, dat soort ouderwetse volksliedjes. Dat repertoire is volledig voorbij. Wij passen ons nu echt aan de hedendaagse muziek. Sterft er iemand van de grote muzici of artiesten, dan spelen wij die muziek, bewerken we dat, dan spelen we dat. En dat is nu al veel leuker eigenlijk. We spelen ook veel juister de oude muziek, de barokmuziek, daar is op gestudeerd. Al die romantiek rond die berg is een beetje opgepoetst. En nu benaderen we het instrument veel oorspronkelijker, denk ik. En dat maakt het veel plezanter dan vroeger. Er waren vroeger ook in de bergschool veel bewerkingen van oude muziek. Maar dat was zodanig romantisch aangepast dat het eigenlijk niet meer leek op het oorspronkelijke. En nu is dat toch veel gecorrigeerd en spelen we eigenlijk veel eerlijker. En juist de muziek die we kunnen spelen. Dat is een enorme verandering op een generatietijd eigenlijk. En ben blij dat ik dat nog kan meemaken. Er is toch wel een verschil. Het is aan het verbeteren, maar ook tot en met de vorige generatie. Muzici en mensen die naar de Beiart luisterden, koppelden de Beiart dikwijls aan die Vlaamse romantische cultuur. De Beiart was het symbool van de Vlaamse eenwording enzovoort. Wat eigenlijk totaal fout is, dat heeft daar niks mee te maken. Een Beiart is 500 jaar oud. Bij ons, als in Nederland, wordt hij al 500 jaar bespeeld en heeft dus niks met die Vlaamse romantiek te maken. De oorzaak daarvan is een beetje in de Beiartschool. En kort na de Tweede Wereldoorlog waren een aantal leraars die dan nogal in die richting gepusht hebben. Die ook zwart geweest zijn. En we hebben dat dus toch een tijd moeten meedragen. In Vlaanderen, niet in Nederland, niet in Amerika, niet in Duitsland, niet in Frankrijk, alleen bij ons. En dat is lastig geweest om daar eigenlijk vanaf afstand te kunnen nemen. Het zijn nog altijd mensen die scheef bekijken, dat zal wel een flamihant zijn of zoiets. Dat is geen serieuze muzikant. Daar hebben we eigenlijk lang last van gehad, denk ik. Er bestaat trouwens een goed boekje van Luc Rombaut, Beiart en politiek, waarin dat uitgebreid beschreven wordt. Dus dat is wel interessant. En dat is een nadeel in de perceptie van de Beiartkunst bij ons, tegenover in Nederland bijvoorbeeld. Nederland is dan weer... Die hebben minder belforten, daar hangen de Beiarden meestal in kerktorens en spelen dus ook als protestant nogal veel religieuze muziek. De Bach-kantaten, ze slaan erbij om je oren in Nederland. Dat doen wij praktisch niet. Dus het repertoire is dan wel een beetje anders. Ja. De ervaring boven is veel apart, is telkens anders natuurlijk. Hangt af van het instrument. Om een vergelijking te maken, Beiart van Menen heeft 49 klokken, dat is de standaard Beiart. Een basklok weegt 700 kilo. Brugge heeft 47 klokken, twee minder. Een basklok weegt 5 ton. Dat wil dus zeggen, Hans de Beiart van Menen, het gewicht van aan klokken kan in die ene basklok in Brugge. Het totaalgewicht van de Beiart van Brugge is 27 ton. Ja, dat is een gigantisch verschil in geluidskwaliteit natuurlijk. Dat zijn die basklokken, dat zijn akkoorden op zich. Je raakt ervan verstrooid bij manier van spreken in je bergspel, omdat je begint te luisteren naar zo'n wondermooie klank. Dat kan niemand nadoen. En boven hoor je dat nog veel beter natuurlijk dan beneden. Want beneden is dat al een beetje gefilterd door de afstand in de lucht. Maar als je daarbij zit, dat je die klokken bijna voelt trillen op je lichaam, dat is indrukwekkend. Ja. En elk instrument is dus anders. Het is, telkens een ontdekking eigenlijk. Ja.